John Lammers, er is niks vervelender dan met 1-0 verliezen. Ja, dat klopt. En vooral als je ziet de manier waarop. Je hebt een team in het veld gezien vanavond dat voor elkaar werkte, dat ook kansen kreeg. Ja, ik denk dat we 200% kansen hebben gehad. We hebben nog wel meer kansen gekregen. Maar 200% kansen, nou, dat moeten doelpunten zijn op dit niveau. En eigenlijk geef je het doelpunt weg en dat is zonde, want we hadden meer verdiend en we hebben het niet gekregen. Eén klein foutje in de achterhoede, word je meteen fataal. Ja, dat klopt. En dat weet hij zelf ook. Ik denk dat hij hem de volgende keer wel lang speelt, maar daar hebben we nou, schieten we nu niks mee op. Je begint goed aan de wedstrijd. Ik had het eerste kwartier het idee van, nou, Sparta die zit er aardig fel op. Maar jullie namen nogal snel over. Ja, ik vond dat Sparta het eerste kwartier 20 minuten beter was dan wij. Maar dat lag met name aan onszelf. Ik vond dat onze twee zessen te laag stonden. Anas en Brian die hebben doorgeschoven op hun 8 en 10. En daarna zijn we eigenlijk niet meer in de problemen gekomen. Hè. Dan krijg je druk op hun middenveld. En dan krijg je ook de kans om te spelen en te voetballen. Nou, die hebben we gekregen en die hebben we ook laten zien. Je hebt kansen gekregen, je zegt het al. Wim Bombe, voor de rust, na de rust nog een keer. Als er 1 of 2 van ingaan, dan speel je gewoon een wedstrijd. Ja, dan krijg je ook een heel andere wedstrijd. Ik bedoel, als je 1-0 voorkomt, dan kun je wat meer vanuit het omschakelmoment spelen. En dan kun je ze nog meer pijn doen. En daarvoor zeg ik ook, zulke ballen, die moet je scoren. Dan ga je veel makkelijker voetballen. Was de stemming in de kleedkamer gedrukt? Ja, want iedereen vindt dat we gewoon te weinig hebben gekregen. En dat heb ik ook gezegd, we hebben keihard gewerkt, we hebben aardige kansen bij elkaar gevoetbald. En eigenlijk verdien je meer en zit je met een kater in de kleedkamer. Ja, want je, net wat je zegt, je verdient meer, maar je krijgt het niet. Ja, dat is een hele vervelende. Conclusie, volgende week tegen Vitesse moet het gebeuren. Ja, nou ja, het voetbal geeft vertrouwen. En dat hebben we vorige week niet laten zien. Daar hebben we ook gezegd van, daar gaan we nu aan werken. En je hebt gezien dat we kunnen voetballen. Nou, dat vertrouwen moeten we mee blijven nemen. En we moeten zo doorgaan op deze manier te voetballen. Alleen die kansen zul je scherper in moeten zijn. Je hebt gezien dat de spirit er wel in zit. Ja, dat vond ik ook. De ploeg heeft alles gegeven. En natuurlijk kun je individueel jongens aanspreken op de kansen die ze missen. Op de fout die ze maken. Maar dat doen ze ook niet bewust. Maar zo zit jij ook niet in elkaar? Nee, zeker niet. En ze moeten ervan leren. En Brian ook, die had 2 doelpunten meer kunnen hebben. Die gretigheid moet je hebben. 2 doelpunten in de Eredivisie. Weet je wat dat betekent? Hè? Voor het team, ook voor jezelf. Nou, dan moet je snel in verbeteren. En hetzelfde met Sven. Sven speelde vorige week een dijk van de wedstrijd. Speelde vandaag heel erg goed. Ja, deze fouten mag je niet meer maken op dit niveau. En dat weet hij. En daar gaat hij mee aan de slag. Je was vrij laat met je wissels. Was dat bewust? Nou ja, vrij laat. Ik denk dat ik in de, volgens mij, 65 minuten, 68 minuten wisselde. Ik vond dat het wel aardig stond. Anas had natuurlijk al geel. En ik vond wel dat we de bovenliggende partij waren. Nou ja, de wissels hebben wel wat toegevoegd. Dus niet het gewenste resultaat. Ja, ook Schepperman kreeg nog een mooie kans. Ja, ik denk als Sam daar wat rustiger is. En dan moet hij wat rustiger worden. Dan kan hij zijn bal aannemen en dan kan hij de hoek uitzoeken. Maar dat is jeugdigheid. Als je de wedstrijd nou een beetje bekijkt, is er dan toch een klein beetje toch wel tevredenheid, ondanks de nederlaag? Nou, we zijn zeker tevreden met de manier van spelen. We zijn zeker tevreden met hoe we gestreden hebben als team. We zijn tevreden met de kansen die we hebben gecreëerd. Maar uiteindelijk de details beslissen zo'n duel. En daar zullen we in moeten verbeteren. Justin Hoogma, je had je een ander terugkeer in het elftal voorgesteld als wat het uiteindelijk is geworden. Ja, zeker. Ik denk dat het heel teleurstellend voor ons is vandaag het resultaat. Ik denk dat we meer verdiend hadden. Ze hebben zeker meer verdiend. Want als je kijkt hoe de kansen waren voor Sparta en voor Heracles Almelo, dan waren jullie in de meerderheid. Ja, ik denk dat we inderdaad, het was niet een wedstrijd met heel veel kansen, maar de kansen die we kregen waren ook heel groot. En ja, daar moeten we gewoon dodelijk zijn en voorkomen. Ik denk in een wedstrijd als deze, waar het dicht bij elkaar ligt, kun je niet echt zeggen dat één ploeg veel beter was. Het was een redelijke wedstrijd in evenwicht. Ja, als je dan zulke grote kans krijgt, ja, dan moet er één van in. En helaas gebeurde dat niet. Was jij tevreden over het spel van je ploeg?
Maar ik denk dat het redelijk was vandaag. Het was niet de grootste wedstrijd, denk ik, niet van beide ploegen. Niet een geweldige wedstrijd, maar ik denk uiteindelijk dat we... Ja, we hebben gewoon een prima wedstrijd hebben gespeeld. Waarin we niet heel veel weg hebben gegeven. En waarin we toch goede kansen hebben gecreëerd. Dus ja, om het al denk ik tegen een stugge tegenstander. Een prima wedstrijd. Jullie wilden voor elkaar werken, dus dat speel je die vandaag? Ja, absoluut. Dat moet ook de basis zijn. Dat zat er zeker in vandaag. Daar kunnen we onszelf geen verwijten maken. We hebben keihard gewerkt. En helaas hebben we onszelf niet beloond. Nee, één klein foutje in de achterhoede en het is gebeurd. Ja, dat is tegen zo'n wedstrijd waar het heel dicht bij elkaar ligt. Dan wordt op dat soort momenten, we maken hem zelf niet en we maken zelf een foutje. En dan ligt hij binnen en dan is de wedstrijd, winnen ze hier. Zo dicht ligt het bij elkaar. Dat is als je tegen goede tegenstander speelt, gebeurt dat. Het eerste kwartier was Sparta eventjes wel fel in de aanval, maar jullie namen het nogal snel over. Ja, ik denk inderdaad dat we in het begin van de wedstrijd dat Sparta wat beter was, wat meer de bal hadden. We kregen moeilijk druk erop, zonder dat ze echt heel gevaarlijk werden, een paar kleine momenten. En daarna in de loop van de eerste helft namen wij het over, begonnen we te drukken en werden wij wat beter. En ik denk de tweede helft was weer aardig in evenwicht, denk ik. Hoe teleurgesteld is het elftal nu? Nou, ik denk heel erg teleurgesteld. Ook omdat je gewoon het gevoel hebt, soms verlies je, dat je gewoon... Denk van vandaag was het kansloos, tegenstander was beter. Ja, vandaag is dat gevoel niet. Ik denk dat we meer verdiend hadden en dat geeft een klote gevoel. Volgende week Vitesse. Ja, een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Daar zullen we weer minstens hetzelfde moeten brengen en nog even wat beter gaan voetballen. Wens je succes. Dankjewel.